We hebben niet zoveel bos in Zeeland, maar hij is van beroep boswachter. En in een unieke combinatie is hij ook nog dichter. Hij is zelfs de stadsdichter van Middelburg. Boswachter en stadsdichter Karel Leeftink. Karel? Ah. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat we hier mogen zijn bij jou. Welkom bij Fort Rammekens. Het is een mooi fort, hè? Ja, prachtig. Oudste zeefort van West-Europa. Ja, en hoe oud? 1547 zijn ze begonnen met de bouw. Okay. Dus bijna 500 jaar oud. Prachtige entree, Karel. Ja. En wie is dat? Men weet het niet precies. Er wordt wel gesuggereerd de architect. Maar het zou ook Neptunus kunnen zijn, de god van de zee. Die architect lijkt dan sprekend op Neptunus. Ja, hij heeft er wel veel van weg, hè? Ja. Maar goed, het was natuurlijk een zeefort, dus het lag voor een gedeelte inderdaad ook in de zee. Ja. En nu met die deltadijk zie je dat niet meer, maar je moet je voorstellen dat de helft van het fort gewoon in zee lag. Maar hoe dan ook, het blijft een prachtige poort natuurlijk, een prachtige entree naar het zeefort zelf. Ja, het is echt geweldig. Ja. Pas op voor de drempel. En je moet je voorstellen, vroeger was hier ook een deur, hè? Of een poort. Dus je had eigenlijk twee poorten. Je had de ingangspoort. Ja. Hier had je nog een poort. Dus stel je voor dat de vijand de ingangspoort gerand zou hebben, zou binnenkomen, moesten ze hier nog een poort forceren. Hoort dit fort nou bij jouw taak als boswachter? Ja, er zijn een heleboel stukjes cultureel erfgoed die Staatsbosbeheer beheert. Vuurtorens, kastelen, maar ook dit fort. En het fort heeft gewoon natuurwaarde. De grootste populatie muurbloemen bijvoorbeeld van heel Nederland is hier op het fort aanwezig. Wat voor bos valt er nou onder jouw kamers? We hebben niet zo heel erg veel bos. Ik kan me niet voorstellen dat we 10 boswachters hebben in Zeeland. Nee, we hebben 2 boswachters. Althans, 2 boswachters zoals ik er ben. 1 in Noord, 1 in Zuid. Het Veerse Bos, Westkappelse Bos. Wat bossen rond de Duinstreek zijn van Staatsbosbeheer. Dus vallen onder mijn beheer. De Braakman aan de overkant. Poelbos bij Goes. Het zijn allemaal relatief natuurlijk vrij kleine bosjes. Het enige wat echt heel bijzonder is, is eigenlijk de manteling. De manteling van Walcheren, Westhoven, Berkenbos, dat valt ook onder mijn beheer. Wat heb jij met het Zeeuws landschap? Wat betekent dat voor jou? Ja, ik ben geboren en getogen Zeeuw, dus Zeeland is wat dat betreft alles. Maar het mooie vind ik vooral de openheid, de ruimte en die typische Zeeuwse landschapstypen als schorren, als slikken. Nou ja, het water, het strand, de duinen. Hou je wel van bos eigenlijk? Ik hou wel van bos, ja, ik hou wel van bos. Maar goed, in Zeeland heb je niet echte bossen zoals je die kent van de Utrechtse Heuvelrug, van de Veluwe, van Twente. Dat zijn echte grote, echte rijpe bossen, om het zo maar te zeggen. Hier blijft het toch allemaal wat beperkt. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn, want bossen zijn ook recreatieterreinen. En zo'n bos Rammekens, nou, daar komen honderden mensen op een dag, komen hier wandelen, trimmen, hond uitlaten, noem het maar op. Dus in die zin heb ik wel een heleboel met bos natuurlijk. Karel, dat was de boswachter in jou. Ja. Maar dicht je ook wel eens over de plekken waar je werkt? Ja, eigenlijk wel. Niet heel erg vaak, maar het gebeurt wel. Het geeft sowieso natuurlijk inspiratie en beelden die je gebruikt. Maar voor het fort bijvoorbeeld heb ik wel een gedicht geschreven. Heb je natuurlijk bij je. Heb ik toevallig bij me, ja. Laat horen. Ik zal eens even kijken. Ik noem het fort altijd de oude dame, want het heeft ook iets van een oude, waardige, grijze dame, zullen we zeggen. Dus vandaar dat het gedicht ook de oude dame heet. En het gaat niet over jou. De oude dame. Als 's avonds laat de marketensters met de huursoldaten dansen, in hun slikbesmeurde jurken op de binnenplaats van Eens, en mannen in hun ogen vol met weemoed en verlangen, het vergoten maanlicht vangen dat de Schelde overvaart. Als 's avonds laat de watergeuzen brallen over moordpartijen, aan hun bier bemorste baarden plukken bij het vage vuur en de koude trekken. Wat is het toch in Zeeland, Karel? Ik heb altijd het gevoel dat overheden niet van bomen houden. Waar je ook kijkt, de Oost-Westweg op Noord-Beveland, de Loskade in Middelburg, als er bomen staan, moeten ze weg. Ja, daar lijkt het soms wel een beetje op. Nu is het natuurlijk ook de periode, hè, van het jaar waarin veel gekapt wordt. Ja, kappen, het bomen weghalen is er nu dan ook gewoon nodig. Bomen bereiken een bepaalde leeftijd, kunnen een gevaar op gaan leveren. Er zijn ziekten in bomen. Hè. Als je bomen veel bij elkaar hebt van dezelfde soort, kun je ziekte krijgen. Ja, en bij bosbeheer hoort nu eenmaal ook dat je bomen de ruimte gaat geven, dat je gaat dunnen. Dat je bomen weghaalt om andere bomen meer ruimte te geven. In het bos blijft er nog wat over. Hè?
Op de loskade is dat niks. Nee, op de loskade blijft weinig over. Dat is ook, nou weet ik ook niet of het historisch zo was dat daar bomen stonden. Want het was een loskade. Het was natuurlijk een kade waar gewerkt werd. Maar goed, ja, ik vind het ook jammer. Maar het is niet anders. Kom binnen. Oké, dat is mijn schrijfhuis. Nou, dit is het. Een kamertje waar ik vaak zit. Een soort huiskamertje waar ik helemaal apart kan zitten. Wanneer ben je ermee begonnen met jou? Dichten. Ja. Ja, en moet ik dat nou een hobby noemen of is dat iets wat echt in je zit en eruit moet? Nou, het is nu geen hobby meer. Het was tot voor pakweg 5 jaar of zo, was het een beetje hobby, deed ik het een beetje. Maar nu is het wel echt, ja, voel ik me ook wel dichter, laat ik het zo zeggen. En het is ooit begonnen op de middelbare school. We moesten voor Engels een opstel maken. Ik had geen zin om zo lang opstel te schrijven. Ik dacht, weet je wat, ik maak gewoon een soort liedje. Een soort gedicht. Het is lekker kort en dan ben ik er mooi vanaf. Nou ja, dat sloeg dan kennelijk toch aan. En nou ja, zo is het langzamerhand begonnen. En dan, ja, dan krijg je je jeugdliefdes en dan ga je natuurlijk ook over schrijven en je gevoelens, weet je wel, van die heel sentimentele gedichten. Als ik ze soms nog zie, want ik heb ze nog steeds, dan denk ik van, verschrikkelijk. Maar goed, zo is dat allemaal begonnen. Vroeger de liefde. En wat is nou de inspiratie? Nou, de liefde is nog steeds wel een inspiratiebron, laat ik het zo zeggen. Maar vooral ook Zeeland, denk ik. De geschiedenis, de natuur, de mensen. Ja, het zijn wel belangrijke thema's in die gedichten. En of die nou allemaal heel erg expliciet naar voren komen, niet altijd. Maar het zijn wel inspiratiebronnen. Het is niet zo dat ik rondloop en in no time een gedicht schrijf. Dat zijn beelden die moeten bezinken, dat gaat borrelen, daar gaat een poosje overheen. Op een gegeven moment komt er dan een zin uit en als die zin schrijf je op en dan begint het ambacht, hè? Dan ga je echt schrijven. Als 's avonds late dobbelstenen in de vette modder rollen, gevloekt, getierd, gesnoven wordt, dan het mes op tafel komt en de meeuwen aan de einder, de verdronken zeelui manen die de oceaan... Hoe kom je nou tot zo'n gedicht? Ja, ik ben natuurlijk heel veel bezig met Rammekes, omdat ik er heel vaak kom. En als ik er kom, ben ik ook vaak alleen. En dan vanzelf komen er beelden op van, goh, hoe zou het vroeger nou geweest zijn, 400, 500 jaar geleden. Komt nog iets bij. Er is een groep die wij wel eens op het fort ontvangen, die een heel weekend op het fort zit. En dat zijn geluidsjaars. En die horen geluiden van de Franse soldaten die daar ooit hebben rondgelopen, om eens wat te noemen. En dat heeft mij ook wel heel erg geïntrigeerd. Ja. En dan ga je zelf... word je ook wat gevoeliger voor dat soort dingen, kennelijk. Ja. En ja, je weet dat die WOC-schepen daar zijn geweest. Je weet dat de Spanjaarden de geuzen er hebben gezeten. Dus dat zijn eigenlijk beelden die je al heel snel kunt oproepen. Je zoekt gewoon naar de echo's van het verleden. Hè? In zekere zin wel, ja. Als 's avonds laat dan de scheepsjongens afscheid nemen van hun jeugd, om bij het krieken te vertrekken naar het slaven in de oost, de vleermuizen in de kelders in hun vleugels schimmen vangen aan vroegere tijden. En dan is het een kwestie van toch mooi vormgeven. Hè? Want poëzie is natuurlijk ook vormgeven. Het vormgeven van taal en het zoeken van mooie woorden. Juiste woorden vooral. Ja. Woorden die dat precies willen zeggen. Wat ja, ik vind ook dat licht en het duisternis wat over die schelden gaat, dat vind ik een prachtig beeld. Ja. Dan kan je iedere avond kan je dat bedenken en daarvan genieten. Maar het mooie is, je kunt ook iedere avond zien. Hè? Als je zou willen, zou je iedere avond kunnen zitten en je ziet dat licht. Ja, precies. Dan is er de oude dame, die koket, ondanks haar jaren, elegant, trots haar bestemming, zwierig haar rokken licht. En bemiddelijk hen lacht, die hier ooit haar sponden deelden. En vanuit de mist der eeuwen deze nacht zijn weergekeerd. Hartstikke mooi gedicht. Dankjewel. En dan als twee Middelburgers die allebei van hun stad houden. Maar jij mag hier ook nog het stadsdichter zijn. Mooi, hè? Je hebt vast nog wel iets gedicht over Middelburg. Ik heb toevallig iets bij, Karel. Ja. Een stad sterft als zij enkel en alleen vaart met wereldse zaken. Laten we met kunst en poëzie de stad wat mooier maken. Mooi.